What the fuck? Helemaal leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is maar een zondag. En ik ben even Lotte Spanje aan het buiten zetten. En nou, hou nou eens op. En daarna ga ik door naar Amsterdam. Want ik moet even wat spulletjes daarheen brengen. Wat ik niet kan meekrijgen in de trein straks. Nou, ik ben inmiddels in Amsterdam. En ik wilde even zeggen. Jo heeft het prachtig achtergelaten. Want wij hadden natuurlijk samen spullen. En daardoor heb je best wel veel lege plekken in huis. Maar zij heeft alles al heel goed opgevuld. En kijk, hier heb ik zo'n hangbord. En dan heb je kleine ik. En Jo en ik samen. Dat is papa en oma. Nou, ik ga even, want ik heb erg veel spul meegenomen. Dus ik ga even alles ontpakken. En daarna gaan wij nog even naar de bij. Want we moeten een cadeautje halen. Toch, mam? Ja. Inmiddels zijn we de stad en hebben we alles uitgepakt in mijn huis. Dat was nogal een gedoe. Ja. Ja. We hadden een hondenmand. Van Joanna. Want Joanna had Charlie altijd in Amsterdam. Maar ja, Charlie is er niet meer. Een hondenkooi. En die moest mee terug naar Rijsje. Nou, 3000 pogingen was het niet gelukt. Want ik kreeg het dak van de auto niet open. Dus toen hadden we het bij het oud vuil gezet. Toen waren wij al weg. Toen belden we Jo op over de situatie. Nou, Jo was niet blij. Dus moesten we de hondenkooi weer ophalen. En wat bleek, je kon hem gewoon inklappen. We hebben nog geen lunch gehad. En voor ons is dat echt heel laat. Dus wij gaan op zoek naar een lunchplekje. We zitten uiteindelijk en we hebben een carrot cake. En een sandwich. We gaan allebei alles delen. Hij ziet er wel heel lekker uit, hè, mama? Ja, hij ziet er heel lekker uit. En een cola. Goedemorgen, kijkers. Ik viel net flauw. Nou, niet helemaal flauw, maar echt, ik stond zo. Ik dacht eerst, ik was een video aan het kijken en die ging een beetje over bloed. Dus ik denk, het komt wel bloed, ik moet geen bloed meer kijken. Ik zet hem af en ik ga zo. Kanner! Je zag het zo, echt moest op meer maar aan het bed zitten. Dan krijg je heel veel druivensuiker en dan gaat het weer. Oké, nu gaan wij werken. Wij gaan onverwachts een dag eerder weg op vakantie. Omdat want de boeren gaan staan. Wij worden een beetje gek van de boeren. Maar als wij zijn eigenlijk woensdag gegaan, maar als we woensdag gaan, is er een kans dat de boeren onze weg verspillen. Dus wij gaan morgenavond weg. En dan overnachten we op Schiphol. Meer fun voor jullie. Hoi allemaal. Het is dinsdagochtend en ik heb gisteren echt bijna niet gefilmd. Ik hoop dat ik vandaag wel wat meer film. Maar dat komt, het is een stressvolle dag. Het komt omdat we op deze dag eerder weg gaan. Waardoor we allemaal, ja, alles iets sneller moeten doen. Dus nu gaan wij sporten. En dan gaan we vanavond al weg. Inmiddels is het bijna 3:30. Ik ben mijn koffer aan het inpakken. Zoals je kan zien. Ik ben bijna klaar. We gaan denk ik over een 30 minuten gaan we weg. Ik heb allemaal zulke handige tasjes van Suit waar ik mijn kleren in doe, zodat het een beetje overzichtelijk is. Dan heb ik hier mijn schoenen, die nemen gewoon een helft van een koffer in beslag en ik ben daar een beetje boos over. Dan heb ik mondkapjes, verschillende, deze. Maar ik heb ook een geweldige van de Hema. Ja, dat is deze dus met tampoesen. Geweldig. En deze is heel fijn, want deze laat gewoon best wel veel lucht door. In tegenstelling tot andere. En dan heb ik deze ook nog. Het is een backup masker die ik er maar even in laat zitten. Dan heb ik 2 paar schoenen mee. Sportschoenen en sneakers. Dan heb ik deze schoenen ook nog aan. Een pyjama, een warme pyjama, want het wordt niet warm. En dan al mijn kleren. Dan heb ik nog een rugzak mee waar eigenlijk heel veel spul in zit. Zoals make-up, huisverzorging, etc. Slaapmasker, want dat slaap ik altijd mee. En dan heb ik ook nog een handtasje. Want dit vind ik gewoon veel fijner om in Schotland te gebruiken. Maar op de boot kunnen we niet bij onze koffer. Dus hier moet ik gewoon ook een pyjama en zo in. En dan ga ik nu even mijn koffer inpakken. En dan gaan we denk ik zo een keer. Grapjurk ook, wanneer? Wees een grapjurk, Joanna. Man. Welke man? Ik ben op de bus. Maar eigenlijk een andere bus. Komen ze daar? Komen ze met een handgeschakelde bus? Het was een automaat. Krijg een handgeschakelde bus met een andere hulpbord. Ja. Dat kan niet, hè? Dat kan niet. Dat werkt niet. Dus wat deed Bo? Bo werd een beetje boos. We hebben weer een oude bus. De bus heet Ben. Weet je dat al? Weet je waarom? Nee, jullie kunnen niet protesteren. Nee, jullie kunnen niet protesteren.
de bus heet Ben, want Ben is het Schotse woord voor berg. En zo wordt hij elke dag opnieuw gevuld, want we gaan rondtrekken. 9%. Ik ben heel lang bezig geweest met een boek. En nu hebben we een verrassing. Voor ons allemaal. Dus hebben we een goodie bag. Ik heb de peanut mix met je op. En ik heb de peanut butter cups, because I am fan of that. We zijn aangekomen in ons hotel. En ik zit met de belmat op de kamer. Dat houdt in Johanna en Richard, want daarmee zit ik altijd in de belmer. Ik ga even snel een korte tour doen. Ik zei dat we op Schiphol zaten, maar dat is niet zo. We zitten op een industrieterrein dichtbij Schiphol. Ja, dit is de badkamer even snel. Douche, wasbak. Ik ga me zo douchen. Dan hebben we hier even een spiegeltje waar ik mijn morgen ga opmaken. Een televisie, een bureautje. Dan hebben we hier één bed. Dan heb je twee bedden voor Richard en Jo. We hebben nog één bed, dus ik kan nog een keuze maken. En dit is ons uitzicht. We kunnen Ben vanaf hier zien. Dat is ja. Ben. Nee joh! Oh, oh. Waar is dat Ben? Daar is Ben. Goedemorgen, kijk. Het is nog slecht nieuws. Ik ben al de hele tijd aan het hoesten. Als de boot gaat dan zeggen, dame, kom even hier een stokje in je neus. Stokje in je neus? Ja, dan gaan ze hier snel testen, denk ik. Oké, maar goed, wij gaan lekker ontbijten. Bye bye. Dit is ons ontbijt. We hebben kersenjam, ketchup, boter, een appel, een kwarkje. En hier zit verse jus in. En zitten in dit dingetje een chocoladecroissant en een gewone croissant. En ik heb nog ei met brood besteld. We zijn even wat gaan lunchen in de stad. Ik heb een rok en een truitje gekocht, maar die laat ik straks wel zien. Maar ik ben hier op de wc, want we zitten bij Tess. En het ziet er geweldig uit. Kijk, als eerste deze vlam erop. En deze discobal. Disco, disco. Ja, Johanna is met me mee gaan naar de wc. Kijk, heel leuk. Zo'n wc wil je thuis ook wel hebben. We zijn inmiddels aangekomen op de boot waar we vannacht overnachten. Want we zitten hier. Gratis. Want we zitten hier 15 uur. Dus we gaan hier ook slapen. Het is wel verdrietig, want aangezien ik, laten we zeggen, steeds die derde persoon ben, heb ik nooit een chill bed. Ik heb altijd een opmaakbed. En dat is echt heel lullig, want die anderen slapen steeds op een lekker zacht bed. Ik zal even laten zien hoe de kamer eruit ziet. Dit is een bank wat mijn bed wordt. Dit is Johannes en Richard's bed. En that's it. Oh nee, hier hebben we ook nog wat. Badkamer. Hier nog een badkamer, een douche. Het is allemaal niet in de vlog. Nee, Richard heeft niet gesneukt vannacht. Het is nu 5 uur, maar we hebben hier gereserveerd om 8 uur om iets te gaan eten op de boot. Als avondeten. En ik heb even wat drinken gehaald. En ik heb mijn laptop mee. Dus nu ga ik even bij de Starbucks zitten om te editen. Want dat is de enige plek waar je een tafel en een stoel hebt. En op bed, daar krijg je echt een zere rug. Maar ik hoop dat ik hier nu mag gaan zitten, ondanks dat ik niks koop. Ik heb een plekje gevonden. Dus ik ga hier even editen. 3 uur lang. Ik heb nog niks gedaan voor de week. Dit is mijn truitje wat ik nog even wilde laten zien. Ik ben klaar met editen. Het duurde maar 1,5 uur. Dit is het shirtje, die kostte maar 8 euro. Deze was eerst 30 en is nu 8. En deze rok, dames en heren. Deze rok, die was eerst... Ja, nep. De rok was eerst 40 en was nu een tientje. Nou, een goede deal of een goede deal? En Ries zei net echt een juffer outfit. Nou, dat vind ik dus ook. We zitten nu aan het eten. En we hadden hier een buffet gereserveerd. Omdat hij anders al niet kan eten.
wel lekker, maar niet heel lekker. Het was een beetje droog allemaal. Zeg je nou, het was best wel lekker. Ja, oké. Je had ook bepaalde dingen, zoals de curry, die vond ik wel lekker. Alleen de patat en de hamburger en de falafel was niet zo. En daar mag een krommaaltijd. Ja, het was vliegtuigmaaltijd. Dat ik daarmee kan. Ik zou dat een vliegtuig doen. Ja, je kan het een beetje vergelijken met een vliegtuigreis. Ik moet zeggen, de toetjes zien er wel kleurrijk uit. Net zoals mama. Ik heb een tiramisu en een brownie. We gaan even het dek op. En het ziet er hier prachtig uit. Iemand zit hier lekker een boekje aan het lezen. Hoe hoog kun je dan? Mag je nou heen? Weet het niet. Ja, er is wel... Nee, daar mag je niet heen. Hoor je dat? Er staat toch een hekje voor? Ik laat even zien wat ik zie. Kijk, een reddingsboot. En dan nog een reddingsbrigade ding. Wij gaan nu even nog een thumbnail maken, als je me hoort. En wij gaan even verder de boot oplopen. Wij gaan even naar het achterdek. En daarna zien wij jullie morgen weer. Doei! Goedemorgen, het is donderdag. We hebben net ontbeten en wij gaan over 3 kwartier van de boot af. Dan komen wij aan in Newcastle en vanaf daar begint onze rondreis. We gaan nu nog heel even naar het dek toe om te kijken. Het land is in zicht. Het land, Engeland. En daarna gaan we door naar... Kijk, hier staat rustig, hier staat niemand. Heerlijk. We moeten even zeggen, het is echt super... Ik weet niet of jullie ons kunnen horen, maar het is echt super rustig op de boot. Normaal is het best wel druk, maar door corona is er echt bijna niemand. Nee, echt maar de helft. Hallo, jullie horen ons waarschijnlijk niet heel goed, want er is heel veel lawaai. Maar we zijn nu bij de Skybar. Ja, we hadden jullie bijna gemist. Ik zeg, Johanna, je zijn wel geweest. Ik zei niet. Nou, we waren er nog niet geweest. Maar het is niet open in verband met het virus. Je moet harder. Als je het zo ziet, zullen we gaan dansen? Uitgevoerd, maar mijn hele voeten zijn nu nat. Wow, en mijn camera. Ik baal ervan dat we maar zo weinig tijd hebben doorgebracht met dek. Ja, dek was echt geweldig. Het dek, daar hoor ik thuis. We zijn bij onze eerste stop, genaamd Richmond. Ja, ik wil soepstengels. Ik heb het zelf. En we zijn in de supermarkt. En zoals jullie weten, hou ik van supermarkt. We zijn. Hij stinkt wel een beetje. We zijn in de Lidl. Zelfs met mondkap. Maar in Engeland en Schotland moet je dus overal mondkap op. Ja, maar niemand heeft het. Nee, heel raar. Lijkt alsof het niet verplicht is, want wij zijn de enigen die het op hebben. Het blijkt dat vanaf morgen de mondkapjes verplicht zijn. Dus we hebben nog 1 dag zonder. En we zijn nu bij alle Engelse chocolaatjes. En vooral Cadbury houdt wel van. Deze vind ik heel lekker, want ik heb Twirls. Oh, dat vond ik iets minder, maar ik vind zoals Cadbury Oreo bij. Ook hebben ze geen gemist. Maar ook... Buttons. Ik weet niet of je dit kent. Heel lekker. Ja. Jongens, we lijken net een toeristengroep.
onze plek waar we gaan slapen. Ik kwam weer aan mijn woorden. De badkamer is prachtig. En de rest is zo schattig en echt heel erg Engels. Dit is echt een hele luxe badkamer. En dan is dit het slaapvertrek. Heb je hier een klein zitgedeeltje met een kachel. En dan heb je hier nog een bed, nog een bankje. En als je dan naar beneden loopt, heb je hier nog een zitgedeelte. En dan heb je hier nog twee bedden. Ja, ik ga hier niet slapen als hier een deur achter zit die niet open kan. Nee. Oh, kijk dit detail even. Heel erg leuk. Mijn favoriet is het ruimteschip. Oh. Goedemorgen. Het is 3:07 en ik ging gisteren dus foto's maken met mama. En toen kwam ik bij een beekje en bij een bergje en zo. En toen dacht ik, oh, daar kan ik morgen vroeg wel lekker foto's. Dus daar ben ik nu aan het inlopen. Ik ben inmiddels gedoucht, opgemaakt en wel. En wij gaan op de weg naar ons buffet. Nee, naar ons ontbijt. En ik heb scrambled eggs. Ah, en wat heb jij? Ik heb full English breakfast. En je hebt fried egg, hè, joh? Ja, maar ik heb het gevoel dat het niet goed is gegaan. Oh, iedereen zit er al. We zijn een beetje laat. Sorry, mama, papa. Altijd als wij eten, dan maken we er een zooi van. Wat wil je dan? Dat komt, we zijn met z'n negen. Dat is niet te doen. Nee, dan is het ook niet te doen. Nee. Het is hier heel leuk, want je hebt hier een bachelor feeding area. En een bachelor, wat is dat ook weer? Een bachelor is een das. Ja. We zijn vandaag op bachelortocht. Het is niet waarschijnlijk dat we ook echt een bachelor zien. Het is namelijk al vol in de ochtend. Dan laten de bachelors zich niet meer zien. Maar wat ik jullie wel kan zien. Laten zien. Laten zien is de voederplaats van de bachelor. Loop maar even mee. Ja. Oh, dit vind ik echt spannend. Maar hier zit ook heel veel plastic. Kijk, ik snap die tomaten en zo wel, maar... Die twee lepels. Lepels? Oh, je hebt daar lepels. We zijn nu in een grot die we onderweg tegenkwamen tijdens een wandeling. En het echoot hier heel erg, dus ik weet niet of je me goed hoort, maar het ziet er geweldig uit. Kijk, het gaat daar ook helemaal ver door. Alleen er gebeurde net iets, want ik wilde daar van steen naar steen. En toen ben ik in het water gestapt. Ja, ja. Jongens, lieve zussen, kunnen jullie maar even vertellen wat er is gebeurd? It was an accident. A big accident, de boa. Die man heeft zijn excuses aangeboden. We hit a car. You hit a car. Some other man. Een ander man die sloeg ons raam bijna in. Ja, hij was er erg boos. En toen pakte hij 9 mensen eruit. Zo. Dit is de handafdruk. Maar wat zei hij daarna? Sorry man, was niet hier op de moon. We hebben net even gegeten. We hebben wat eerder gegeten en daardoor hebben we tijd over. Want we zijn nu bij een meertje waar we vanmiddag ook waren. En daar hangt een slinger. Nu gaan we aan deze slinger hangen en heen en weer zwiepen. Maar nu denk je, niet heel speciaal, maar die slinger die zwiept over het water, over het leek. Dus dat wordt erg veel fun. Ik moet wel even zeggen dat het inmiddels erg koud is. Ja, je moet nu nog terug gaan. Ja, dat doe ik. Ja, ik zie hem. Daar. Die koude buiten al naar binnen. Ik zeg maar dat roze rol. Yo, zo kunnen we niet gebruiken.
zijn naar het water ingegaan en ik ging niet mee. Maar ik denk, ik krijg spijt als ik dit niet doe, dus ik ga het toch doen. Maar wat ga je dan doen met je natte BH? Aanhouden. Ja, dan ben je echt... What the fuck? Ja, je kunt wel los. Ja. Wow, hoe zit het? Wow, kijk eens. We hebben net gezwommen. Het was een beetje koud, maar het was zeker leuk. En we hadden een deal. Tenminste, Lotte en Johanna, en daarbij joinde ik. Ja, en ik. Oké. Dat we in elke leek gingen zwemmen. Nou, de eerste is afgevinkt. Hoe koud het ook is, hè? Ja. Want nu, maar nu is het al heel koud. Oeh. Ja. Het is nu, denk ik, 14 graden of zo. Ik heb het niet aangedaan om het mooi te houden. Dus maar het wordt nog wel kouder, denk ik. Ja, het wordt nog wel kouder. Hoe hoger je gaat, hoe kouder. We zijn nu nog het meest zuidelijk. Ja. Goedemorgen, mijn kijkertjes. Goedemorgen. Wij zitten in de auto onderweg naar... Schotland. We hebben de afgelopen nacht nog in Engeland geslapen. En nu zijn we op weg naar Schotland. Deze autoreis kon 3 uur duren, maar we hebben gekozen voor 6 uur. Want dan komen we langs een leukere route. Het was een lange autotocht. Het is inmiddels 6:30 en we zijn eindelijk terug. En we hebben hier zo'n heel leuk kaartje. Dat je zeker weet dat niemand erin is geweest. Kijk. Oh, nu krijg ik hem niet open. Ik kom er niet in. Man. Kijk, dit zielige bed. Ik pas hier wel met z'n drieën, jongens. Dit is dus de kamer hier. En dan hebben we hier weer 1 extra bed die nergens nodig is. En dit is de badkamer. Ik zie er echt uit, jongens. Ik heb 201, schat. Oh, shepherd. Kijk, dit is mijn reisoutfit van vandaag. Wat echt een reisoutfit was, want we zaten vanaf 9:30 in de auto en het is nu 6:30. We hebben 3 keer de verkeerde route gereden. En we hadden pas middageten om 4:30. 4:30 is echt te laat voor mij, jongens. Ik kon er niet meer aan. Ik bedenk me nu, opeens, dat ik mijn koffer was vergeten. Zoals je kan horen ben ik een beetje bij het adem. Ik ging weer een trap op rennen. Maar ik heb net gegeten. Een risotto. We hadden echt allemaal risotto. En daarna hadden we nog een toetje die we samen gingen delen. Dat was ook lekker, maar niet heel spectaculair. Nu is het zaterdagavond en ik ben helemaal niet bezig met dagen. Maar mijn vlog stopt natuurlijk wel. Dus het einde van de vlog. Maar voordat ik het vergeet heb ik nog winnaars. Alleen, die heb ik geloot. Maar dat heb ik niet gefilmd. Want ik had weinig batterij en ik ben het een beetje vergeten. Maar ik heb wel voor jullie de winnaars. En dat zijn er 5. Dit zijn de winnaars van de Hema Shoplog schoolspullen van vorige woensdag. De eerste is Aisha Tan. Ik weet niet of ik je naam goed uitspreek, maar gefeliciteerd. Selai Army. Ik hoop dat ik je naam weer goed uitspreek. Yay! Heel goed. Floor Tinter. Hey. Anna Verrijs. Hey. En Mathies Kempener. Hey. Gefeliciteerd met jullie prijs. Jullie kunnen bij de Hema Reizen een goodiebag ophalen met schoolspullen. Het waarde van €25. Die kunnen jullie ophalen vanaf aankomende maandag. Dus dat is... Die kunnen jullie ophalen van 27 juli, dus aankomende maandag, voor jullie morgen, tot en met zaterdag 1 augustus. Dus daar hebben jullie een week de tijd voor. En hierbij wil ik dus ook de vlog afsluiten. Morgen gaan wij doorrijden naar... We gaan morgen door naar Glencoe. En dan hebben we nog een hele reis voor de boeg. Maar dat zien jullie allemaal volgende week. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie volgende week woensdag in een nieuwe weekvlog. Bedankt voor het kijken. Doei doei! Doei! Doei!